Voor de tweede wedstrijd op rij ontvangt NEC de koploper van de competitie in eigen huis. Ditmaal is dat SC Cambuur dat vorige week de koppositie heeft overgenomen van Jong Ajax. François Gesthuizen vindt dat zijn ploeg Cambuur niet moet laten voetballen, omdat ze goede kwaliteiten in huis hebben. We hebben wel even nog vandaag benadrukt, ook een beetje naar aanleiding van een mindere training gisteren, dat wel agressiviteit bij moet komen kijken. En dat niet alles valt en staat met tactiek en met schuiven en die dit en die daar. Uiteindelijk moet het ook een beetje vanuit jezelf komen, een bepaalde vorm van agressiviteit. En je moet het hun gewoon moeilijk maken en ze hebben bepaalde kwaliteit en daar moeten we zorgen dat we in agressiviteit in duels komen, et cetera. En dat we ze niet laten voetballen, want dat kunnen ze goed. Dus ja, we hebben dat wat benadrukt, maar uiteindelijk komt ook heel veel vanuit die gasten wel zelf. Ik vind het grappig dat je zegt dat er meer agressiviteit bij moet komen. Want ik merkte dat sinds het nieuwe jaar dat je 11 gele kaarten in 3 wedstrijden. Is dat iets wat je vervelend vindt? Of denk je die power kunnen we wel gebruiken? Nou, met agressiviteit bedoel ik meer. Kijk, gisteren hebben we op de training. Ja, dan filmen we een training. Dan kijken we een training terug. En dan proberen we een strijdplan te maken hoe we tegen Cambuur het beste Cambuur kunnen bestrijden. Maar dat wat ik zei, daarin zie je tactisch dat we dingen misschien niet goed doen. Maar uiteindelijk gaat het ook om, en dat missen we in die training, een bepaalde soort van agressiviteit, druk op de bal geven. En agressiviteit is niet iemand een blinde schop geven. Dus je kan altijd een gele kaart krijgen dat je er een counter uithaalt of dat je in een tackle zit en die 50-50 is. Dat soort dingen is niet zo erg met een gele kaart, maar het moet niet doorslaan in domme acties. Dus uiteindelijk is dat ook een beetje voetbalslimheid. Moussaba zei vrijdag dat hij het Jong Ajax van de afgelopen week sterker vond dan dit Cambuur. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, het is wel duidelijk dat het allebei de beste teams waren waar we tegen gespeeld hebben. Ja, als je naar getallen kijkt, dan is het wel knap dat we tegen Jong Ajax 6 goals maken in 2 wedstrijden. Ook 6 tegen krijgen, wel 2 punten halen. Maar ik vind Cambuur ook een hele goede ploeg. Ik denk dat Cambuur iets volwassener is. Ook logisch, hè? Letterlijk en figuurlijk wat oudere spelers. En Ajax is gewoon technisch allemaal heel erg vaardig, goede individuele spelers en zijn wel heel jong. Maar dat zijn wel 2 topploegen, ja. Met Cambuur heeft 3 van de laatste 5 wedstrijden verloren. Dus merk je wel dat ze een beetje in het dipje zitten? Ja, dat weet ik niet. Kijk, als je bijvoorbeeld de wedstrijd die ze hebben gespeeld, ik denk de voorlaatste, hebben ze bij OS verloren. Maar als je ziet hoeveel kansen ze daar gehad hebben, is gigantisch veel. Ze hebben heel veel kansen gemist. Dus uiteindelijk zegt dat niet zoveel. Uiteindelijk gaat het om die wedstrijd morgen. En wij moeten proberen Cambuur weerstand te bieden. De wedstrijd daar ging vrij gelijk op. Hadden we ook gewoon kunnen verliezen. Maar ik hoorde de trainer van hun toen ook zeggen van ja, op het einde hadden wij hem ook nog kunnen verliezen. Dus Cambuur zelf. Dus is aan elkaar gewaagd. Nou, wij moeten zorgen dat we wel volwassen spelen. En wel een beetje de degelijkheid behouden van het weinig weggeven van goals op de laatste wedstrijd tegen Ajax. Nou, maar dat heeft ook met Ajax te maken. Etienne Filicogna die viel in 10 minuten voor het einde. Die deed het wel aardig, na een dipje denk ik. Gaan we die in de basis zien weer? Ja, dat gaan we zien. Ik moet zeggen, hij is sowieso de laatste week op de training. We hebben ook een oefenwedstrijd gespeeld vorige week in Den Bosch. Goed bezig, maar Etienne is altijd wel een jongen. Kijk, het is een Balkanjongen. Die zeuren nooit als ze wissel zijn. Dan gaan ze gewoon harder werken, zeggen ze dan. Hè. Nederlandse jongens willen dan nog wel eens op de deur kloppen. En allerlei redenen hebben waarom ze niet spelen. Dat is een jongen die heel hard werkt. Die zelf ook vindt dat hij beter moet worden. Nou, daar is hij heel hard mee op weg. En uiteindelijk vergroot dat zijn kansen natuurlijk om wedstrijden te spelen. Maar ja, uiteindelijk kijken we naar het grote geheel en gaan we het zien. Vrijdagavond om 8 uur in de eigen Goffert. NEC SC Cambuur.